Naast, als je zelf beseft dat je een alcoholprobleem hebt, moet je ook als ouder leren omgaan met je zoon of je dochter die een alcoholprobleem heeft. Grootste fout dat mensen maken, is dat ze onmiddellijk oordelen. En dat ze eigenlijk gaan zeggen van, je moet minder drinken, je moet stoppen met drinken, je moet je laten opnemen, je moet je laten helpen. Dus, moet. Dat is eigenlijk de grootste fout. Dus dat mensen moeten daarmee stoppen met oordelen. Omdat de mens die drinkt, die weet dat hij te veel drinkt. Dus oordeel, nee. Wat is voor mij dan wel eerder een oplossing, is eigenlijk vragen stellen. Vragen stellen. In gesprek gaan met je zoon of dochter. Van, waarom drink je zoveel? Wat mis je in je leven? Ben je gelukkig? Heb je het gevoel dat ik iets verkeerd doe? Kunnen wij iets anders doen? Wat zijn jouw behoeften? Dat is eigenlijk allemaal vragen stellen. Waarom? Ergens om in verbinding te gaan. Dat is eigenlijk wat ik altijd probeer. Hier, als je oordeelt, ga je uit verbinding. Als je vragen begint stellen, ga je wel in verbinding. Oké, je kunt natuurlijk het probleem hebben dat je zoon niet wil praten of dat je dochter niet wil praten. Wat kun je dan doen? Ik heb verschillende boeken geschreven. Je kunt bijvoorbeeld een boek aanschaffen. Je kunt die een boek geven. Je kunt dat daar aan de voordeur leggen of weet ik het wat. Wat gebeurt er dan? Het kan zijn dat ze kwaad worden. Oké, dat is ook iets. Het laatste dat je kunt doen, maar ik ga er ook allemaal een beetje snel door, maar je kunt daar nog allemaal heel veel over vertellen. Het laatste dat je kunt doen als vierde is aan de slag gaan met jezelf. En dat is voor mij de interessantste. En hoe kan je bijvoorbeeld aan de slag gaan met jezelf? En dat is eigenlijk op energetisch niveau zijn wij allemaal met elkaar verbonden. Als jij als moeder of als vader dingen eist van je zoon of dochter, dan komt dat niet goed over. En de reden dat jij dat eist, dat hij bijvoorbeeld of zij bijvoorbeeld stopt met drinken, is omdat jij dan meer rust hebt. Hè? Omdat jij dan meer op je gemak zit. Als ik zeg aan mensen, moet met jezelf aan de slag gaan, dan moet je bijvoorbeeld de vraag stellen, is van oké, stel dat er iets gebeurt met je zoon of je dochter. Stel dat je zoon of dochter blijft drinken, wat doet dat met jou? En eigenlijk als je naar jezelf gaat, ga je eigenlijk je eigen emoties gaan onderzoeken. Dus alles is energie en je bent eigenlijk verbonden met elkaar. En je zoon of je dochter, die voelt ergens die druk. Als jij zelf die druk kunt loslaten van oké, stel dat er echt iets gebeurt met mijn zoon. En dan bijvoorbeeld in zo'n soort van energie kunt komen van oké, ja, ik heb mijn best gedaan, dan is het maar zo. Dan is de kans groot dat dingen gaan beginnen veranderen. Dus jij bent de ouder, hier is de zoon. En wat is mijn filosofie? Is dat alles door elkaar loopt. Als jij iets verandert aan jezelf, gaat dat hier ook ergens iets veranderen. En dat is iets dat heel veel mensen niet geloven of niet zien. Maar daar zit er heel veel waarheid in. Zolang dat je hierin zit, dan zit je in de controle. Je wilt iets van je zoon of je dochter, dus je wilt hem eigenlijk controleren. Hier ga je eigenlijk de controle meer gaan loslaten, maar ga je eigenlijk jezelf een vraag gaan stellen. En ik ben zelf persoonlijk heel grote fan van dit systeem. Van oké, welke angsten brengt dat bij je naar boven? Welke gevoelens brengt dat bij je naar boven? En eigenlijk komen we dan in contact met onze eigen onzekerheden, met onze eigen angsten. En als we die angsten aanpakken, dan kan dat soms doorwerken naar de persoon. Omdat er meer ruimte komt. Als je vastzit aan hem, dan zit ergens in zijn ruimte energetisch. Als je dat kunt loslaten, dan heeft hij zelf de ruimte, of hij zelf de ruimte, om de problemen aan te pakken. Let op, dien is de interessantste, de beste, maar de meeste mensen hebben daar geen hoesting in. De meeste mensen blijven hierin zitten. Of hier ook al, wat dan niet slecht is, maar hier is ook nog meer. Het is vragen, maar als ze niet antwoorden, dan moet je naar hier gaan. Je moet ergens de dingen aanpakken. Wat dat ook nog een laatste concrete tip is, is bijvoorbeeld effectief een brief schrijven. Een brief schrijven, maar niet van, je moet stoppen met drinken, wat is je probleem? Maar een brief schrijven met je emoties, dat je misschien hier hebt onderzocht.
wel een moeilijke. Maar als je dat kunt doen, dan gaat het ding in beweging komen. Het gaat ding sowieso in beweging komen. Daar ben ik 200% van overtuigd.